Loki Doki, allemaal superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb heel veel zin in deze video. Want ik dacht, weet je, ik ga geregeld naar Duitsland. Ik neem er vlogs op, shopvlogs. Dagjes weg. Ik ga heel graag naar de DM. Mijn favoriete drogist wereldwijd zit sowieso in Duitsland. Heb ik trouwens ook ooit een keer, ik doe een klein beetje zo, een video van opgenomen. Mijn favoriete drogist wereldwijd. Ik zou proberen te denken dat ik hem link. Maar ik kom natuurlijk heel graag in de DM in Duitsland. En ik had zoiets van, ik vond het wel eens leuk om eens op een rijtje te zetten wat ik allemaal fijn vind om te kopen in de Duitse drogist. Door heel mijn huis zul je spullen van Balea aantreffen. Zul je spullen van Nivea aantreffen met een Duitse tekst erop. Omdat het gewoon allemaal veel goedkoper is. Haarverf, eigenlijk heel veel van mijn beautyproducten komen uit Duitsland. Make-up, dat soort dingen komen eigenlijk 9 van, nou niet 9 van de 10. We zeggen de helft uit Duitsland. Omdat het gewoon heel erg leuk is en heel erg goedkoop is. En ook nog met de inflatie schiet ook daar de prijzen worden wel iets hoger. Maar niet zoals hier in Nederland in de winkels. En heel vaak is het zelfs als je het 1 plus 1 gratis bij de Kruidvat of de Ethos koopt in Duitsland nog goedkoper. Bijvoorbeeld badschuim van Knijp is in Nederland 9,50 euro of zo, weet ik veel. En dan is 1 plus 1 gratis. En in Duitsland kost ik 3,65 uit mijn hoofd een badschuim. Dus zelfs dan is het nog goedkoper. Maar ik zou zeggen, laten we gewoon gauw gaan beginnen. Ik heb niet alle fysiek meer, maar dan plaat ik mooi een stickertje met favorieten die ik heb, zou ik maar zeggen, in beeld. Dus dan zie je wel wat het is. Want ik heb zoveel, ik kan niet alles hebben. Maar het is ook meer gewoon een aanrader, aanradersvideo dat je er iets aan hebt, zou ik maar zeggen. Let's begin. We beginnen even met skincare. Biawel, je gaat heel vaak de naam Balea voorbij horen komen. Want Balea is het huismerk van de DM. Kruidvat heeft zeg maar alleen Kruidvatmerk, Ethos alleen Ethosmerk, maar de DM heeft onderverdelingen, zeg maar. Balea is dan voor de verzorgingsproducten, al verder is het ook maar dan de biologische producten. Sowieso hebben ze een veel groter biologisch assortiment dan wij, dus mocht je van biologische dingen houden, ga dan zeker even kijken. Sundance is het zonnebrandmerk van de DM. Denk Miet is het huishoudingsproductenmerk, weet je wel, afwasmiddel en dat soort dingen en wasmiddel en zo. En dan hebben ze nog meer van die submerken, zou ik maar zeggen. Maar Balea ga je heel vaak voorbij horen komen. Dus het is het submerk, het eigen merk van de DM, maar dan de verzorgingsproducten. Ik ben helemaal weg als je me volgt. Misschien had je deze ook wel aanzien komen van het vitamine C doekmasker. Van Balea. Deze is echt geweldig. Waarom? De ingrediënten zijn super tof. En er zit ook echt veel vitamine C in. Dat doet sowieso, vind ik, de Duitse drogist wel iets beter dan de Nederlandse. Als ze het pronken, zeg maar, met de naam, dan staat het vrij hoog op de ingrediëntenlijst. Dus dat betekent dat er ook veel van het product in zit. Want hier is bijvoorbeeld het vierde ingrediënt al vitamine C. En nog een redelijk stabiele vitamine C ook. Je hebt, zeg maar, verschillende soorten vitamine C. En deze is relatief goed. Het vijfde ingrediënt is vitamine E. Ook super goed voor je huid. En het zesde ingrediënt is hyaluronzuur. En het zevende ingrediënt is een of ander citrus extract. Dat is ook je huid, zeg maar, mooi opklatert en een glow geeft. En als ze deze ooit uit zo'n sortiment halen, ga ik huilen. Echt huilen. Dan ga ik daar midden op de winkel in de winkel zitten en doen. Nou, dat denk ik niet, want dan laaien ze me op. Maar deze is echt groot favoriet. Ze hebben ook een hyaluronzuur versie. Die vind ik ook heel erg fijn. Maar die is wat meer voedend. En deze is wat meer voor de glow, zeg maar, een oppepper. Sowieso de hyaluronzuurlijn vond ik ook helemaal geweldig. Er zit ook heel veel hyaluronzuur in. En ook twee soorten vaak. Je hebt sodium hyaluronzuur en hyaluronate hupselpups. Die lijn is ook heel erg goed. Het serum heb ik er heel lang van gebruikt. Ik denk dat ik die wel 10 verpakkingen versleten heb of zo. En dan hebben ze nog druppeltjes en nachtcreme, dagcreme. En dat zit er dan ook best wel veel in. Ook vind ik hun niacinamide lijn heel erg fijn. Ik heb nu de niacinamide AHA peeling. Dat is dus een combinatie van niacinamide en glycolzuur. Ik ben weg van het ingrediënt niacinamide omdat ik merk dat mijn huid er een stuk minder vet van wordt en gewoon heel erg goed op reageert. Deze is nog ongebruikt en die ga ik openen als mijn serum, mijn Koreaanse serum op is. Ik ben helemaal fan van Koreaanse skincare, als je hem volgt, weet je het misschien. Maar die van Balea zijn gewoon een stuk goedkoper en ook gewoon ontzettend goed. Volgens mij is deze niet meer te koop, want ze hebben nou alleen een sterkere variant. Maar die is dus ook, denk ik, prima, want mijn huid heeft echt wel iets sterks nodig. Dus de niacinamide lijn is ook helemaal niacinamide.
niacinamide lijn, zo moet ik het zeggen. Ik zei het, sprak het de tweede keer verkeerd uit. Is ook heel erg fijn. Dit is een individueel product van Skincare wat ik ook helemaal fijn vind. Cream to Oil Cleanser. Als je de Koreaanse skincare routine volgt, dat heeft 10 stappen, mega lang. En eens in de zoveel tijd doe ik dat, dan ga ik lekker aan bad en dan neem ik er helemaal de tijd voor. Dan moet je dus ook je gezicht wassen met een oliecleanser. En dit voelt zo luxe en het kost niks. Nou niks, wel iets, maar weinig. Dit voelt zo luxe en zo zacht en zo... aan. Het is aanwending overnacht. Oh, dat heb ik nooit gedaan. Ik deed het gewoon in bad. En volgens mij is dat ook gewoon de bedoeling. Dat je het... Dan denk ik dat ik iets ontdekt heb. Ik gebruik het dus als face cleanser. Maar volgens mij is het dus gewoon bedoeld om te smeren. Maar dan vind ik 75 ml veel om zeg maar als crème te gebruiken. En ik vind ook dat hij een beetje plakt om als crème te gebruiken. In ieder geval, ik gebruik hem dus als face cleanser. Dan kom ik nou dus achter dat het dus helemaal niet de bedoeling is. Maar daarvoor vind ik hem hartstikke fijn. En dit product hebben ze eerder gehad. En die hebben ze toen weer uitgehaald. Toen ben ik ook gaan huilen midden in de winkel. En nu hebben ze dit teruggebracht. Omdat die mevrouw uit Nederland zo gek deed. Nee, dat denk ik niet. Maar dit is gewoon een heel fijn product. De skincare van Balea is dus tof. Sowieso is ook daar weer dingen goedkoper. In Nivea, allemaal dingen die in Nederland gewoon heel duur zijn. Zijn daar een stuk goedkoper. Want Nivea wordt ook steeds duurder. Sowieso hebben ze ook merken die wij in Nederland niet hebben. Neutrogena, Juliet Williams, dat soort dingen. Daar heb ik niet zoveel ervaring mee. Maar hun huismerk is gewoon heel erg goed. Dan hebben we de verzorgingsproducten, de douchegelletjes, de scrubs, dat soort dingen. Bijna alleen maar dingen van Balea. Omdat ik die gewoon geweldig vind. Ik ga eerst even het niet-Balea ding laten zien. Dat is dit. De Knijp Badenkristal Good Night. Good Night is mijn favoriete lijn van Kruidvat. En verdorie, ze hebben ze eruit gehaald. Ze hebben alleen de douchefoam nog. En daar baal ik van, want ik sloeg die badschuim ook altijd gewoon in Duitsland 10 flessen in. En dat deed ik gewoon heel lang mee. Nou, eigenlijk niet, want ik ben niet zuinig met badschuim. Klonk, klonk, klonk. En in Duitsland hebben ze dus alleen het badzout. In Nederland hebben we nooit het badzout gehad. Ja, volgens mij wel in zo'n cadeauverpakking. En die kocht ik dus altijd in Duitsland. Ik heb gelukkig nog een stuk of 5 zakjes. En ik doe het denk ik 3 keer met zo'n zakje. Nou, dan kan ik nog lekker een aantal keer in bad. En het is zo'n warme, ontspannende geur. En die hebben ze dus alleen in Duitsland. Dus. Maar ik denk misschien inmiddels wel niet meer. Of het badzout wel. En weet ik veel. Maar in ieder geval hoop ik niet dat die eruit is. Want anders nou, ga ik niet zo hard huilen als het vitamine C masker. Maar ik ga wel huilen. Ik zie trouwens dat ik een nog niet Balea ding heb. De Blend & Matte Cool White Tandpasta. Hier is Alana helemaal fan van en ik snap het ook wel, want hij komt het meeste in de buurt van de Crest Whitening tandpasta. Crest is een tandpasta merk wat je in Amerika koopt en wat dus echt je tanden witter maakt. Als ik dat een tijdje gebruik, ik heb het nou even niet meer gebruikt. Als ik dat een tijdje gebruikt heb, dan merk ik dat mijn tanden gewoon een stuk witter zijn. En ik heb er dan ook geen last van ofzo. Blend & Matte komt het meest in de buurt. Het is niet exact hetzelfde. Het werkt voor mij niet zo goed als Crest. Maar het komt het meest in de buurt. En ik snap dat Alana hier fan van is. Hoe ze wel nou ook Crest tandpasta heeft gekregen. Want die heb ik uit Amerika meegenomen voor haar. Maar deze tandpasta is dus echt ontzettend goed. Dan heb ik een shampoo van Balea. De shampoo en conditioners van Balea zijn goed. Ja. Verwacht er geen wonderen van. Ik doe even een klein beetje meer belicht. Verwacht er geen wonderen van. Als je er geen wonderen van verwacht, zijn ze prima. Ik ben een beetje met de Curly Girl methode bezig. En dat verkopen ze dus niet. Of niks wat Curly Girl proef is. Maar deze vind ik wel heel fijn eens in de zoveel tijd. Het is een tiefenreinigingsshampoo. En het is dus een shampoo die als je haar vet is. Als ik bijvoorbeeld een aantal malen mijn haar gekruld heb met stylingsproducten en zo, dan is mijn haar gewoon op den duur sowieso, als ik mijn haren wat langer was met Yari, merk ik dat mijn haren wat vetter zijn. En ik merk dat als ik deze dan gebruik, dat dat vette weg is. Ik denk wel dat het je Curly Girl methode gebeuren in de war schopt, want er zit best wel wat SLS in. Maar ik merk dat voor mijn haar, niet voor ieders haar, maar voor mij dat het af en toe nodig is om echt even flink de schoonmaak door te gooien. En dan vind ik deze heel erg fijn. Volgens mij heeft deze geen conditioner meer, dat hoeft eigenlijk ook niet, toch? Dus die vind ik heel erg fijn, aanrader. Dan, ik zie eigenlijk nog iets van skincare, wat ik vergeten ben te laten zien. Dit is micellair water, ook die heeft Balea en dat is echt super goed. Dit is een oliecleanser in een micellair water en een oliecleanser. Nivea heeft die ook, maar dit is een stuk goedkoper, 2,65 of zo.
En hier doe ik dan ook weer een behoorlijke lange tijd mee. Ze hebben er ook eentje met vitamine C en met voor allerlei huidtypes. Ik weet niet of daar echt verschil in zit in gebruik. Maar deze is in ieder geval heel erg fijn. Wel altijd jammer dat dan altijd die dingetjes zo'n beetje afgaan. Maar dat komt omdat het gewoon vet is. Ik zie een, even verder op de verzorgingsproducten, een Balea 2-in-1 Foods Shoots & Deo Spray. En die heb ik gepakt omdat ik deze heel erg fijn vind voor in mijn schoenen. Ik maak ze niet snel op, want je doet er dus heel lang mee. En dit werkt echt tegen stinkvoeten. In de zomer heb ik, nou eigenlijk niet alleen in de zomer. Ik heb sowieso na een dag werken wel stinkvoeten. En niet dat ik denk, oh ik val flauw. Maar ik denk dat niemands voeten lekker ruiken als ze heel de dag gelopen hebben. En in sokken en in schoenen hebben gezeten. Ik bedoel, niemands voeten ruiken dan lekker. En ik heb het idee dat als ik dit vooraf gebruik, dat het veel beter is. En als ik het ook even lekker bijspray, dat het lekker weer fris ruikt. Het camoufleert natuurlijk. Het neemt natuurlijk niet de oorzaak van de geuren weg. Want het zijn gewoon bacteriën. Maar dit werkt heel erg goed. En misschien hebben we dit ook in Nederland toch. Maar ik heb ook heel veel producten in Duitsland ontdekt. Dat ik het zag staan. Dat ik dacht van, ah dit heb ik nooit gezien, ga ik eens meenemen om te proberen. En dan blijken we het bij de Kruidvat ook gewoon te hebben. En dit zullen we vast ook bij de Kruidvat hebben. Maar ja, het is een DM-video. Dan een aantal producten die ik niet zelf heb op het moment, omdat ik gewoon te veel spullen heb en je kan niet alles hebben. Ik ben helemaal fan van de Balea zelfbruinende body lotion. Die heb ik niet omdat het nou winter is en dan smeer ik mezelf niet in met bruinende body lotion. Maar Magic Summer heet die. Hij ruikt heel lekker, perzikachtig en als je die een aantal dagen smeert krijg je echt geleidelijk aan een mooi bruin laagje. En dat vind ik heel erg fijn en dat vind ik ook de zomer op fleuren, zou ik maar zeggen. Lekker een beetje getint eruit te zien. Ze hebben ze ook een dagcreme van. En dan merk je ook na een aantal dagen echt dat je huid er gewoon een stukje bruiner uitziet. En mooi egaal is. Ja, het bruint egaal, zo moet ik het zeggen. Dus dat vind ik ook super fijn. Dan hebben we nog een zomerproduct. De Balea Douche Gel After Sun. Dit is een hele populaire. En het is dus douche gel voor na het zonnen. Misschien onzin zou je denken. Maar ik merkte dat dit zo lekker verkoelend is. En als ik van het voorjaar weer een keer naar Duitsland ga, neem ik die ook wel eentje mee. Want dat vind ik gewoon lekker. Na een warme dag, ik hou van in de zon zitten, heel slecht misschien voor mijn huid en zo, maar ik vind het zo lekker, ik word er helemaal blij van. Hoewel ik vaak mijn gezicht eraf dek, petje of zo. Dan vind ik het gewoon heerlijk om lekker even te douchen met iets verkoelends. En dit is lichtelijk verkoelend. Rituals heeft er ook eentje, maar die is heel erg verkoelend. Daar krijg je echt gewoon heel koud van. En dat vind ik niet fijn, maar dit is licht verkoelend. En een hele lekkere geur ook. Balea heeft ook watersprays. Die heb ik in de zomerdag ook wel eens in mijn tas zitten. En het lekkerste is dan om die lekker in de koelkast te doen. En als je buiten gaat zitten en je denkt, nou wordt het me echt te warm. Dan doe je een keer pssst, en je voelt helemaal verkoelende mist en helemaal lekker. Kruidvat heeft die ook, weet ik. Maar ik heb die van via Duitsland ontdekt. Dus ik benoem hem hier. Ook heeft Balea hele fijne body scrubs. Het zijn zoutscrubs. Dode zeezout is het. En daar wordt mijn huid zo lekker zacht. Als ik dat een beetje op een washandje doe en ik lekker of om mijn handen en lekker scrubben zo. Dan voelt mijn huid helemaal weer fris. Ik denk en door het zout en door het scrubben. En die heb ik trouwens wel beneden één in mijn douche staan. Maar die heb ik niet gepakt. Maar goed, ik laat hier een foto zien hoe het eruit ziet. En volgens mij hebben ze ook nog andere geuren. Maar ik heb eigenlijk altijd de dode zeezout geur. Dat is ook, het ruikt ook lekker. Maar zee en fris en heerlijk gewoon. En deze video kan natuurlijk niet voorbij gaan zonder de douchegels te benoemen. Ze kosten vroeger, toen ik een poep nog mijn lange schreef, zeggen we hier wel eens, 55 cent. Ik denk dat ze nou wel iets duurder zijn geworden, maar onder de euro. En ze hebben ook iedere keer andere geuren en limited editions en super lekkere geuren. Het jammer is wel dat als ze eruit zijn, dan zijn ze eruit en dan kun je ze niet meer kopen. Ze zijn betrekkelijk kort in het assortiment. Sommige geuren zitten er jaren in en sommige zijn meteen weg. Ik denk dat ik 10 jaar geleden een favoriet had. Nectarine en kokos. Oh, die was zo lekker. En die is gewoon nooit met koop geweest. En dat is echt super zonde. Want dat was de favoriet van meerdere, weet ik. Dus alsjeblieft, Balea, breng die een keer opnieuw uit. Dus dat is het nadeel, maar super goedkoop. Ik moet zeggen, laatste jaren ben ik er niet meer zo'n fan van. Omdat het me steeds meer opgevallen dat het hele chemische geurtjes zijn. En dat ik dan toch wel merk van, nou, dit vind ik niet zo lekker om mee te douchen. En ik heb ook betere alternatieven. Dus ja, ik koop ze niet meer zo snel, behalve die After Sun. Maar het is wel iets wat fijn is en goedkoop. Dan hebben we make-up dingetjes. Je hebt bij de DM een eigen merk van make-up, dat is Trend It Up. Vroeger hadden ze Piet Zwaai, dat merk was helemaal fantastisch en Trend It Up vind ik ook goed. Ik had het liever allebei gehad, weet je, dat je en Piet Zwaai en Trend It Up, maar het was volgens mij allebei een eigen merk van de DM. En die hebben goedkope make-up, goedkoper dan Essence en dan Catrice.
En dat is echt geweldig. Ik heb er ook een adventskalender unboxing van opgenomen. Dat zijn trouwens ook favorieten van adventskalenders. Hebben ze veel meer en veel meer keuze dan wij. En ook vaak per merk verschillende keuze adventskalenders. Maar Trinitub is gewoon een heel goed merk. En ook heel erg goedkoop. Daar heb ik bijvoorbeeld de oogpotloodjes van die ik even in het zonnetje wil zetten. Ik heb er 2 en ze zijn allebei heel erg fijn. Het is een beetje een gifgroene en een donkergroene. En ik vind deze helemaal geweldig. Ze hebben een heel goed pigment. Het is een draaisysteem. Vind ik wel fijner. Kijk wat een pigment. Bam. Ze blijven super goed zitten. En volgens mij kosten ze €1,99. Nou, dat is niet zoveel geld, toch? En deze moet je wel slijpen. Maar kijk dan dat pigment. En ze glijden over je huid. En over je ooglid. En over je waterlijn. En deze zijn echt groot favoriet. Hun lipliners vind ik trouwens ook ontzettend fijn. Die had ik eigenlijk ook nog wel even bij kunnen doen. Maar lipliners en oogpotloodjes. Dan hebben we de nagellakjes. We gaan even door op de Trendit Up Tour. Hun nagellakjes zijn ook echt geweldig. Heb ik ook in de adventskalender een paar bijgekregen. Ik heb 3 willekeurige. Maar ik heb er echt een stuk of 20, denk ik. 15. 20 is overdreven. Maar hele leuke diverse kleuren. Heel veel keuze. Ook hun assortiment wisselt geregeld. En dan heb je weer andere kleuren. Ook die bij het seizoen passen. Bij de trend passen. Zeg maar, daar vind ik dat Trendit Up iets beter doet dan Essence eigenlijk. Als je bijvoorbeeld een kleur helemaal in is. Dan maakt Trendit Up er een nagellakje van. En Essence die heeft meer willekeurige kleuren. Heb ik wel eens het idee. Maar ja, ik vind dit gewoon heerlijk. Lakken fijn, drogen snel, relatief snel. Ik doe er altijd een snel drogende topcoat overheen. En ik vind dit zo'n mooie lakjes. Er zijn ook geregeld wel eens op mijn Instagram account reviews van. Nog 2 producten van Trendit Up. Een liquid oogschaduw. Liquid oogschaduws vind ik ook heel erg goed. Ik heb er 3 en volgens mij zijn er ook 3. Wel dat ze iedere keer ook andere kleuren uitbrengen. En deze zijn gewoon heel mooi als basis. Een beetje, ja, duochroom wil ik niet echt zeggen. Maar ja, toch wel als je het zo ziet. En die vind ik dan vooral mooi voor op het ooglid als basis. Je moet wel er een oogschaduwbasis onder doen en een poedertje op je ooglid, want anders gaat het creasen. Maar dat doen wel meer liquid oogschaduws. En het is gewoon spotgoedkoop en heel erg mooi. Dus ja, wat wil je nog meer? Deze blush van Trendit Up ben ik ook helemaal fan van. En ik weet niet of hij zo te koop is. Ik meen dat ik hem in de adventskalender van vorig jaar heb gekregen. En deze heb ik gewoon maanden dagelijks gebruikt. Dat kun je ook wel zien, want daar is best wel een, ja, gebruikssporen zichtbaar. En dit is een super mooie neutrale kleur die bij warme en bij koele looks kan. Ik weet dat hij heel cool overkomt. Maar op de wangen heeft hij echt dat effect dat het allebei kan. En ik hoop dat deze ook in het gewone assortiment zit. Maar ik ben er bang voor van niet. Maar ik ga er lekker gebruik van maken. Dan heb je bij de DM Manhattan. En Manhattan is volgens mij hetzelfde merk als Rimmel. Althans, alles ziet er hetzelfde uit. Alleen de prijzen zijn een stuk minder. Ik weet niet of het echt goedkoper is dan Kruidvat als het 1+1 gratis is bij Rimmel. Ik denk dat het dan misschien om het even is of zo. Maar de basisprijs is al veel goedkoper. Nou heb ik, dit is van Rimmel. Maar ik weet zeker dat ik er ook van Manhattan heb. Die zien er een klein beetje anders uit. Maar dit is ook een oude verpakking. Maar dan heb je een idee van hun liquid lipsticks. En die blijven geweldig zitten. Net als die van Rimmel. En die van Rimmel vind ik ook fantastisch. Blijven ook echt geweldig zitten. Dus hun liquid lipsticks zijn aanraders. Ook zo'n 2-delig systeem. En helemaal fan van. En dan hebben we een oogschaduwpaletje. Deze, dit is een echt precies hetzelfde palet als Rimmel heeft. En het is een dupe van Naked Heat. Ik heb mijn Naked Heat verkocht omdat ik hem niet vaak genoeg gebruikte. En omdat ik vond dat je er heel veel dezelfde looks mee maakt. 3 keer rij, ik ging hem missen. Dat is zo vaak bij mij. Dan denk ik van, oh, dit gebruik. En dan heb en dan denk ik van, oh, ik ga daar mijn look mee maken. Oh nee, die heb ik niet meer, kan ik niet meer vinden. Heb ik verkocht. En dan zijn die dupes ideaal. Want dan is dit ideaal om lekker toch een look mee te maken. En ik moet zeggen, ik gebruik hem geregeld ook.
Dan hebben we nog tools. Voor tools is het submerk van de DM Ebeline. Die hebben kwasten, nagelknippers, nagelveilen, nagellak remover, een beetje dat soort dingen. En ik ben helemaal fan van hun beauty blenders. Die heb ik eigenlijk ook altijd in gebruik. En wat ik er nou in gebruik heb en geen normale verpakking van heb liggen, zeg maar, dat nog niet gebruikt is. En die beauty blender ziet er een beetje vies uit. Denk ik van, ik laat het niet zien. Maar die vind ik wel heel erg fijn. Evenals hun wenkbrauwscheermesjes. Ik probeer niet meer mijn wenkbrauwen. Ja, dat is gewoon handig om snel even hierboven bij te werken. Tegenwoordig doet mijn collegaatje dat allemaal met touw. En dan blijft het super lang weg. Maar voor af en toe even snel even iets weg te werken is het gewoon ideaal. En Kruidvat heeft dit ook. Maar ik heb ze eigenlijk altijd uit Duitsland. En dan hebben we nog een Trended Up Buffer Veil. Dat is een veil ook van Trended Up. Met 6 kanten en dan kun je je nagels bufferen, polijsten zou ik maar zeggen. En mijn nagels zijn altijd dan een stukje sterker als ik het dan gebruik. Ik moet wel maar 1 keer in de 4 of 6 weken doen, want anders worden ze juist slap. Maar ik merk dat mijn nagels er heel veel sterker van worden. En volgens mij heeft Kruidvat dit niet uit mijn hoofd. Maar Essence misschien wel, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ik heb eigenlijk altijd iemand Trended Up uit Duitsland. Dan heb ik nog 3 lifestyle dingetjes en dan is de video klaar. Dit is Shabens. Toch? Ja. Die hebben trouwens ook hele fijne maskertjes. Maar dit is huid, haar en nagelcomplex. En deze zitten eigenlijk altijd, het zijn tabletjes, zitten eigenlijk altijd in mijn dispensertje van mijn medicijnen die ik dagelijks slik. Dus een pilletje wat ik van de dokter krijg. Multivitamine en dit. En dan doe ik er altijd nog iets bij. Iets van, dan weer spirulina, dan weer gember, dan weet ik veel. Ik weet ook helemaal niet of het werkt, maar ik doe het. En dit werkt zeker. Als ik een maand het niet in mijn dispensertje heb zitten, ga ik na 2 maanden verloop van tijd merken dat mijn nagels weer wat slapper worden. Dat is de hoofdreden dat ik het slik. Niet echt voor mijn haar of mijn huid. Ik moet zeggen, daar merk ik ook niet zoveel verschil in. Maar mijn nagels merk ik het echt. Dat als ik het niet gebruik, dat mijn nagels weer een stukje slapper worden. En dat als ik het wel niet slapper dan voor ik ze gebruik. Dan zijn het mensen die zeggen, het is verslavend, want als je het niet meer gebruikt... breek je nagels af. Ja, maar dat had ik daarvoor ook. Voordat ik dit überhaupt ben geslikken, braken mijn nagels ook altijd af. Dus ik ben hier fan van en voor mij werkt het heel erg goed. Ik moet het wel blijven gebruiken. En als ik het nu weer zou... Ik heb nu 2 maanden niet gebruikt. Mijn nagels zijn echt een stuk slapper. Waarom? Weet ik ook niet. Gewoon geen motivatie gehad om het in een doosje te doen of zo, denk ik. En het is ook best een groot pilletje, maar dat zou eigenlijk geen motivatie moeten zijn. En ik weet gewoon dat als ik het nu ga gebruiken, dat over 2-3 maanden ik geleidelijk aanmerk dat mijn nagels sterker worden. Dus dit is echt een groot favoriet. Tetacept heeft ze ook, maar ik heb nou deze op het moment. Dan wasmiddel. Ik ben fan van dit wasmiddel van Denk Niet. Dat is dus ook een submerk van de DM, een huismerk. En deze vind ik Cozy & Care. Het is volgens mij voor wol. Maar ik vind deze gewoon omdat het lekker ruikt. Dit ruikt zo lekker. En dan weet ik dat wij ook heel lekkere geurende wasmiddelen en zo hebben. Maar dit ruikt echt fris. En ja, ik weet niet waarom ik deze zo lekker vind. En ook voor een handwas. Daar gebruik ik het eigenlijk nooit voor. Maar deze vind ik heel erg fijn. En dan tot slot het laatste product. Dit hebben we misschien ook in Nederland. Maar again, ik koop het alleen in Duitsland. Want ik ben er bekend mee. Impression Disinfection wasmiddel. Maar volgens mij Denk Niet het ook. Volgens mij heb ik in mijn... Dit zit nou in mijn poetskast. Maar ik heb volgens mij op mijn wasmachine de versie van Denk Niet staan. En dit is dus een... Ja, met voor extra hygiëne. Voor extra frisse was. Ik ben nogal eens zo'n kluns dat ik mijn natte was bijvoorbeeld een dag in de wasmachine laat zitten. En dan gaat het niet lekker ruiken of natte sportspullen in een tas laat zitten. Dat zijn echt typische vrouwtjeacties gewoon. Die passen gewoon helemaal bij mij. En dan is het gewoon fijn om je was net even wat frisser te wassen. En dan heb ik het idee dat dit echt werkt. Mijn was wordt dan net even weer wat schoner en wat frisser. En ja, het ruikt minder, zou ik maar zeggen. En het is natuurlijk gewoon zaak om altijd alert te zijn op dat soort dingen. Dat je geen natte spullen in een tas laat zitten en zo. Maar als noodmaatregel vind ik dit heel erg fijn. Het kan best zijn dat ik dingen vergeten ben. Ik hoop van niet. Mocht jij nog aanraders hebben die zeggen van nou dit vind ik altijd heel erg fijn in Duitsland, dit neem ik altijd mee. Natuurlijk is heel veel dingen uit de drogist een stuk goedkoper, maar ik bedoel echt specifiek aanraders die alleen in Duitsland te koop zijn. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond, ik hoop dat je wilt abonneren op mijn kanaal, doe even een druk op de rode knop. Wil ik je bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video. Doei!